Hallo mensen, we gaan jullie laten zien waar de Bugatti Veyron staat bij GTA 5. Hij staat bij een hele grote park. En nu gaan we laten zien, nu gaan we er naartoe rijden. Goed gepimpte auto. En weet je wat heel irritant is? Hij steekt gewoon zijn middenvinger op. Dat is leuk. Maar ik vind het irritant. Dat heb ik bij mijzelf ook. Moet je even in de reacties achterlaten van op welke dingen is het vast, man. Hoe ik het moet doen. Want als ik ga saven, dan en ik sluit hem af en dan weer aan, dan is mijn auto dus weg. Dus moet je even je reacties achterzetten en dan hoor ik het wel. Ja, dan zie ik het wel hoe ik het kan oplossen. Zijn bijna. Nu een booster. Moet je even rondje rollen. Normaal staat hij daar op die plek, alleen soms is hij er niet en dan moet je gewoon een paar rondjes rijden en dan vind je hem wel. Spannend. Misschien moet je straat verder rijden. Oh, daar zijn kleren dingen. Kleren door. Hij is ook niet goed, hè? Wat, daarop? Nee, de auto. Er zit gas geven. Maar het kan ook dat hij wel gas geeft, alleen dat hij daarna gaat slippen. Ik had eens een keer wat ik zo'n katje had ik helemaal vol gepinkt. Dat doen we zien dus weg. En dat is echt heel irritant. En als we hem niet vinden, dan moet jij even in de reacties achterlaten of jullie hem hebben gevonden. Dus hij moet daar zo bij dat ding, bij die weg moet hij staan. Meestal staat hij daar. Zou je iPhone daaruit? Misschien kunnen we kijken. Nee. En misschien soms is het toch ook als je dat je wegrijdt en dat het daarna terugkomt. Kan ook daar zo. Nee, daar staat het niet. Nou, ik weet niet. Hij zo. Zie je ergens een deze rekening? Daar dichtbij. Daar zou je kunnen staan. Bij de 5 minuten stoppen we, oké? En dan is het bijna om. Nog 20 seconden volgens mij. Nee, 10. Nee, 20. Nou, 15. Ja, misschien wel. Hier is toch de huis van de auto. Hoe heet het?
Oké, mensen. We gaan afsluiten. En even in de reacties achterlaten of jij die wat je hebt gevonden. En dan tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Doei!